Ja, goedenavond, dames en heren. Dan gaan wij nog even door met na te denken over alles wat zo mooi is in de wetenschap. We hebben de voorbije 4 weken nagedacht en voorbeeldjes gegeven over al het esthetisch genot dat wetenschap ons kan verschaffen. En vanavond zou ik daar graag nog een paar voorbeeldjes aan toevoegen. Maar misschien voor we dat doen, toch eerst voorrang geven aan iets anders nog. Het zou kunnen dat er bij u nog veel leeft aan vragen of opmerkingen die nog niet aan bod zijn kunnen komen. En omdat het normaal gezien vanavond hier in deze reeks althans onze laatste avond is, moeten we dat dan wel nu doen. Dus daarom kijk ik eventjes naar u. Wat zou u eventueel nog ter sprake willen brengen of willen vragen? U heeft de afgelopen tijd gepraat over de schoonheid in termen van mooie modellen, mooie formules, mooie bewijzen. Zou je kunnen stellen dat in de loop der tijd de wetenschap steeds mooier wordt in die zin? Want het wordt steeds verbeterd. De modellen worden opgeschoond, de bewijzen worden verfijnd. Hoe langer je er naar kijkt, zou kunnen meewerken, over honderden jaren, steeds mooier wordt dat. Klopt dat? Dat is een buitengewoon fascinerende vraag. Ik zal ze even kort hernemen. U vraagt zich af of het zou kunnen dat, omdat we altijd streven naar schoonheid in de wetenschap, dat de wetenschap op den duur altijd mooier en mooier wordt. Uiteindelijk is dat de vraag naar dat oude scholastieke ideaal van de eenheid van waarheid en schoonheid. Het blijft natuurlijk zo, dan moeten we benadrukken, dat de wetenschap waarheid zoekt. En desnoods de schoonheid moet opofferen. Als het niet mooi is, maar het is waar, moeten we het als zodanig aannemen. Het geval van Kepler schittert altijd als voorbeeld. Hij heeft daarmee ook aangegeven hoe je moderne wetenschap moet bedrijven. Je zoekt wel naar iets harmonisch, naar iets geometrisch volmaakt, maar je vindt het tegenovergestelde. Wel, dan moeten we het accepteren dat we aanvaarden wat waar is en eventueel niet mooi. Maar zou het kunnen, want uiteindelijk na Kepler is gebleken dat het toch weer wel mooi is, maar de schoonheid in het planetenstelsel is niet zozeer die van de geometrie, maar die van de wetmatigheid. En daar zou Newton een halve eeuw later op wijzen. Zou het kunnen dat uiteindelijk toch altijd weer, ook als we voorlopig schoonheid moeten opofferen, ze later in een stadium van diepere kennis weer terugvinden? Dat is onze eeuwigdurende hoop. En dat is ongetwijfeld een drijfveer voor de wetenschap. Altijd maar blijven hopen dat dat heelal zo mooi is als we het ons dromen. Dat deze wereld intrinsiek goed in elkaar zit. Schoonheid en waarheid, dat ze identiek zijn. Als iets mooi is, is het ook waar. En als iets waar is, is het ook mooi. Maar misschien is dat te mooi om waar te zijn. En je kunt daar nog een derde aan toevoegen. In de scholastieke filosofie was het zo, de goedheid. En bij Plato bijvoorbeeld is het ook zo. Als iets waar is en mooi is, is het ook goed. Goed in de morele betekenis van het woord. In de hedendaagse wetenschap is dat aspect bijna helemaal weggevallen. Wij zoeken niet meer zozeer naar het morele goede. Volgens ons, volgens de moderne wetenschap, bestaat de wereld als een objectief, moreel neutraal gegeven. Maar het menselijke gedrag streeft nog altijd naar goedheid. En wellicht kunnen we ooit die drie toch weer integreren in elkaar. En is het heelal niet alleen mooi en waar, maar ook goed dat het bestaat. Ja. Gerard, u hebt ons enthousiast steeds voldoening van wat men in de wetenschap kan ontdekken. Maar toch blijf ik een beetje op mijn honger zitten met het feit dat men, en dat u misschien met de mantel der liefde de onzekerheden, de onvolmaaktheden daaronder schuift. Wat zou dus de fundamentele betekenis kunnen zijn van het bestaan van die onzekerheden, onvolmaaktheden, op kosmisch vlak, ook op vlak van het leven, laten we zeggen, met wat de genetische code betreft en die zaken. Dus niets is blijkbaar volmaakt en toch vindt u het schoon, vinden wij het schoon. Ja, dat is inderdaad een kwestie die tot nadenken stemt. Dus de vraag is, heb ik niet te veel de onvolmaaktheden van de wereld die er toch zijn,
met de mantel der liefde bedekt, zodanig dat we ze niet meer zagen en dat we konden vrij uitspreken over de schoonheid van de wereld. Wel, zo groot was die mantel der liefde niet, want ik denk dat ik heel wat onvolmaaktheden heb getoond. Denk maar weer aan, nogmaals tevoorschijn halen, de figuur van Johannes Kepler, die zo gezocht heeft en iets lelijks vond. En dat is nu juist ook wetenschappelijk onderzoek. Dat aantreffen en dat dan accepteren. Denk hoe dat we in de muziek gezocht hebben naar volmaakte schoonheid en ze niet gevonden hebben. En waar had het mee te maken? Hoe komt het? En jij noemt andere voorbeelden. De genetische code, inderdaad, de genetische code. Buitengewoon interessant, maar je kunt het moeilijk echt mooi vinden. Dat zit vrij willekeurig in elkaar. Dat zijn arbitraire chemische structuren en een genetische code zonder enige universele betekenis. Dus dat is niet direct iets dat ons esthetisch behaagt. Maar zo zit de wereld blijkbaar in elkaar. Hebben we misschien een ontoereikend begrip? Zit de schoonheid dieper? Ja, wat betreft Kepler bijvoorbeeld, ja. De schoonheid was er wel degelijk, maar ze zat dieper dan hij kon kijken. Wat betreft de muziek, nou, ik denk dat we daar op een soort ultieme grens gestoten zijn van wat kon. Het ging hem om de getallen 2 en 3. Hoe die zich onderling verhouden, daar zat het geheim in van de stemmingen van de juiste stemmingen van het klavier. En dat komt dus nooit goed. Dat is een rekenkundige, absolute noodzaak. Dat komt dus niet goed. Maar anderzijds komt het misschien op een heel verrassende manier goed, doordat wij onszelf als subject daaraan aanpassen. En die onjuistheid op zichzelf mooi gaan vinden. En de muziek wordt weer mooi, wordt eigenlijk nog mooier dan als ze alleen maar puur en rein gestemd zou zijn. En wat betreft de biologie, de genetische code bijvoorbeeld, of zoveel andere gevallen, dat is vreemd. En over biologie hebben we inderdaad weinig gesproken, al was het maar omdat ik geen bioloog ben. En de hele biologie lang niet die uitstraling heeft van de fysica. Biologie is het ontrafelen van mechanismen van complexe systemen. Hoe een organisme, een levend wezen, in elkaar zit. En dat is buitengewoon complex. En dan stoot je op zeer ingewikkelde mechanismen die lopen zoals ze lopen, of defect zijn als het niet goed loopt, maar geen enkele a priori noodzakelijkheid hebben. Het hoeft niet zo te zijn. Die genetische code had best heel anders kunnen zijn. Zoals de Nederlandse taal best heel anders had kunnen zijn dan ze is. Maar ze is historisch zo gegroeid. Wel, de genetische code is evolutionair zo gegroeid. En dat is dus geen noodzakelijk, maar een contingent gegeven. Het is zo, maar het had even goed anders kunnen zijn. Dat vinden we eigenlijk niet mooi. Maar dan is er weer het andere verrassende aspect, dat de biologische natuur bij uitstek ons altijd esthetisch behaagt. Wat is er mooier dan de natuur? De bloemen, de planten, de vogeltjes in de lucht. Dat is de schoonheid van de natuur. Als we spreken over de schoonheid van de natuur, dan denken we niet zozeer aan de dingen waar ik over gesproken heb, de vorm van de planeetbanen of kristalstructuren of atomaire structuren. Nee, dan denken we aan het landschap en aan de lucht en de wolken. En juist vaak ook, nog niet zozeer die wolken, maar de vogeltjes die tussen die wolken vliegen. Dat is mooi. En daar vind je die dan met je wetenschappelijke analytische blik, die schoonheid niet zozeer terug, maar je ondergaat ze op een andere manier. Schoonheid is moeilijk te vatten in termen. Herinner je dat we in het begin eens verwezen hebben naar die filosofie van die Schotse fysicus Hutchinson, die zei: schoonheid heeft altijd te maken met veelheid en eenheid. Als je veelheid ziet in eenheid of eenheid in de veelheid, wel, zo is het dan in de biologie, denk ik, duidelijk. Als je die enorme complexe fauna en flora ziet, die is zo ingewikkeld. Maar die presenteert zich als een samenhangend geheel, de biosfeer van de aarde. En je kunt er door wandelen, je neemt eraan deel. We zijn er zelf deel van. Je ondergaat ze als één groot planetair organisme. Dat is mooi. Dat hele aardse ecosysteem, dat behaagt ons. Gaan we dan wetenschappelijk analyseren, dan vervluchtigt, verdampt die schoonheid. Dan zien we ze zo niet meer. En in de fysica is het anders. Ja. Met de
begrip verval in de fysica, als we het hebben over entropie. Ah, ja. Is daar een verband te leggen? Hoe moet ik daar tegenaan kijken? Daar is zeker een verband te leggen. Dus de vraag is, hoe verhoudt schoonheid zich in de fysica dan tot vervalwetten, zoals bijvoorbeeld de wet van verval? De wet van vermeerdering van entropie, dus van verval van orde. Ja, daar schiet u recht in de roos, wat betreft een pijnlijke vraag. Hè? Want hier hebben we inderdaad in het hartje van de fysica te maken met een wet die ronduit lelijk is. Als je het subjectief zo mocht zeggen, hè, je eventjes laten gaan, dan zeg je, dat is toch wel erg. Dat het er zo aan toe moet gaan in deze wereld die wij bewonen, dat alles gedoemd is ten onder te gaan. En al die mooie structuren, ook de levende wezens, ook de planeten, al de sterren, alles takelt af, degenereert en verdwijnt in chaos en in het niets. Ja. En dat is zo somber, dat vooruitzicht, dat het verband zou kunnen houden met het uiteindelijke lot van de man die het allemaal ontdekt heeft, Ludwig Boltzmann, die in een vlaag van pessimisme en van somberheid zelfmoord gepleegd heeft. En wellicht heel onze 20e eeuw, die toch nogal somber gestemd was, is doordrongen van dat idee van alles gaat ten onder. Deze wereld is een vergankelijke. En de fysica heeft het bevestigd. En niet alleen bevestigd, een van de weinige dingen die ze echt kan bewijzen. Al die andere natuurwetten kunnen we niet bewijzen. Die fungeren, die gebruiken we en die voldoen tot op zekere hoogte. Het was de Britse astrofysicus Eddington, Arthur Eddington, die gezegd heeft, wat mij betreft twijfel ik aan alle natuurwetten behalve aan één. En dat is de tweede wet van de thermodynamica, de wet van de toename van entropie. Want dat is een statistische wet en die statistische wetmatigheden die zijn onontkoombaar. Dus dan staat het er niet zo goed op met dit bestaan. En dan de verrassende wending. Zonder dat deze wet geschonden wordt, want ze kan niet geschonden worden, blijkt er in deze wereld toch creativiteit en evolutie naar complexiteit en naar schoonheid. Kijk maar naar de weelderige biologische natuur. En dat is altijd de eerste vraag die dan opkomt. Ja, maar is het leven dan niet in strijd met de thermodynamica? De thermodynamica zegt dat alles ten onder, ijzer roest, kristallen smelten, alles verdwijnt. En levende wezens bouwen zichzelf op. Een boom groeit uit de grond en bouwt een geweldige complexe structuur uit. Vanzelf. Is dat dan niet in strijd daarmee? Reken je dat al allemaal na? Want dat is de taak van een fysicus, rekenen. Dan zegt hij, nee, dat is niet in strijd, want die boom die breekt veel meer af dan dat hij opbouwt. Die bouwt zichzelf op, maar ondertussen verspreidt hij entropie, dat wil zeggen wanorde in de omgeving, veel meer dan dat hij orde creëert. Maar de orde is er wel, de boom staat er. En de vogeltjes in de lucht vliegen daar. Ze zijn er dus toch, maar allemaal ten koste van nog veel meer afbraak dan dat er is opgebouwd. Waar is dan die entropie, die wanorde, die vervuiling zou je kunnen zeggen, waar is die naartoe? Well, die is gedumpt in het milieu. Die is niet weg, die kan niet weg, maar die is er, maar die is verspreid. De kunst van het leven is dus je entropie te dumpen. Te zorgen dat die weg is, of uit je omgeving weg is, zodanig dat je zelf iets kunt opbouwen en je verspreidt die entropie naar daar waar je er geen last van hebt. Dat lijkt geen uitweg uit deze catastrofale situatie, want alleen al de woorden die ik gebruik, dumpen en het achterlaten in het milieu, ja, ja, maar dan die andere 20e eeuwse ontdekking, dat dit heelal een bodemloze put is. Er is geen grens aan wat er in dit heelal in principe mogelijk is. Het is bovendien een expanderende put, die nog altijd groter wordt. Je kunt in het heelal eindeloos entropie dumpen. En het heelal zal daar niet onder lijden, als ik zo mag zeggen, uit wat levende wezens creëren. Dat betekent concreet dat je lokaal praktisch onbegrensd kunt groeien en structuren kunt opbouwen, ondanks het feit dat je zoveel entropie produceert, want het heelal vangt het wel op. De ultieme vorm van entropie is infrarode straling. Dat is de totale gedegenereerde energie. Geen enkele structuur zit daar nog in. Lager kan het niet.
Die infrarode straling verspreid je in het heelal en dat kan zo onbegrensd doorgaan. Dus toch weer een opening, toch weer mogelijkheid om schoonheid en waardevolle dingen tot stand te brengen door het lokaal te doen en de prijs globaal te laten betalen. Wat is de evolutionaire betekenis van schoonheid eigenlijk? Waarom? Wat heeft het voor de evolutie voor betekenis? Ja, dat is een vraag die ik ook stel. Ik denk dat velen onder ons die stellen. Wat is de evolutionaire betekenis van schoonheid? Het is, het is opmerkelijk dat de natuur soms echt opzettelijk schoonheid maakt. Waarbij je denkt, ja, maar in dit geval heeft het meer nadeel, evolutionair nadeel dan voordeel. Denk maar aan een pauw, een staart, het archetypische voorbeeld. Die pauw die heeft een reusachtige constructie daar gemaakt, waar het leven heel moeilijk moet maken voor dat dier. En toch doet het dat. Heel vaak krijgt het dan een seksuele functie, krijgt het een erotische functie, een aantrekking tussen de geslachten en heeft het te maken dus met ja, de partner overtroeven, lokken en op die manier nakomelingen te maken die ook over die dergelijke vermogens beschikken. Ik zie u een beetje met het hoofd schudden van dat overtuigt mij niet, het overtuigt mij ook niet. Maar dat is wat ik lees in boeken biologie, dat de natuur het eventueel zo zou kunnen aan boord leggen. Vogeltjes zingen zo mooi, omdat ze daarmee hun partner lokken. Ja, misschien, maar het zou efficiënter kunnen. Het lijkt bijna, en dan spreek ik niet meer zo op een wetenschappelijke manier, maar op een intuïtieve manier, alsof er in de natuur toch zoiets bestaat als een objectief streven naar schoonheid. Ten slotte, bij ons mensen is het zo, hè? Waarom maken wij zoveel kunst? Waarom hunkeren wij ook zo naar schoonheid in de wetenschap? Er is bij ons echt een verlangen naar schoonheid. Ja, maar wij zijn maar deel van een groter geheel, van een grotere natuur. Dus dat typisch menselijke schoonheidsverlangen is misschien niet exclusief menselijk. Dat kan in de andere soorten ook voorkomen en we treffen het daaraan. Heel opmerkelijk. En dan zou dat ook aangeven, en dat is misschien toch een belangrijk methodologisch principe, dat we moeten benadrukken, dat men in de biologie misschien niet alles alleen vanuit evolutionaire principes moet trachten te verklaren. Ik heb de indruk dat dat sinds Darwin een beetje te extreem alleen in die richting gaat. En uitsluitend wat evolutionair nuttig is, wordt verklaard, geacht. Ik denk dat er soms in het leven drijfveren kunnen zijn die van een andere aard zijn. Wellicht hetgeen u aangaf als voorbeeld, het zoeken naar schoonheid. Er zijn toch vele facetten om te bestrijden zijn. Gaat het over schoonheid, daarnaast ook over waarheid. Kunt u iets uitwerken over wat waarheid is? Ja, de vraag die u heel pertinent stelt is, wat is waarheid? In wetenschap is waarheid de overeenstemming van je theorie met het empirische gegeven. Je mag in je gedachten denken wat je wil. Elke fantasie is toegelaten. Maar als je kunt aantonen dat wat de waarneming leert, dat overeenstemt met wat je als gedachte hebt, dan zeg je die gedachte is waar. Als ik een voorwerp vastneem en ik zeg laat ik het los, dan valt het. En ik laat het los en het valt, zie je wel. Dus ik heb iets waars gezegd. Ik heb een wetenschappelijke theorie, namelijk een vrij hangend voorwerp valt. Dat is een wetenschappelijke theorie en die is waar. Is ze echt waar? Natuurlijk niet. Want zitten we in het ISS, in het Space Station, en ik doe het dezelfde proef, dan blijft die gewoon zweven. Dus die waarheid is toch weer geen absolute waarheid. En al onze theorieën geven een waarheid aan voor zover wij die hebben kunnen toetsen aan het empirische gegeven, aan de waarneming. Maar er blijven altijd waarnemingen eventueel mogelijk die wat we nu voor waar aannemen zullen tegenspreken, zodanig dat we de waarheid moeten laten vallen. Dus al onze waarheden blijken dan voorlopige waarheden te zijn. En dan komt de vraag op, ja, bestaat er ook een absolute waarheid? Een waarheid waar je niet moet afwachten of er toch wel eens iets kan komen dat het zou tegenspreken.
Ja, dat weet ik niet of er een absolute waarheid bestaat. We zoeken waarheid en we vertrouwen erop dat ons dichter, altijd dichter en dichter brengt met iets dat onomstotelijk waar is. En op den duur ja, onvermijdelijk en dus waarachtig waar en dus absoluut waar. Dat is eigenlijk ons verlangen, maar daar zijn we niet aan toe. Misschien de enige sector in ons denken die daar eventueel aanspraak op zou kunnen maken, is de wiskunde. 2 plus 2 is 4. Ja, 2 plus 3 is 5. Gaat dat ooit tegengesproken worden? Ik denk het niet. Maar de vraag is of je daar meer zegt dan iets tautologisch. 2 plus 3 is 5. Ja, maar wat is 5? 5 is 2 en 3 samen. Dat noemen we dan 5. En wanneer iets zo waar is dat het niet anders kan dan waar zijn, is het vaak een banale waarheid, een tautologie. Als je zegt A is gelijk aan A, ja, dat is waar. Maar veel heb je daar niet aan. En dus de vraag is of er een absolute en tegelijkertijd niet triviale waarheid bestaat. Nogmaals, dat weten we niet. Een voorbeeld daarin, in mijn leefwereld van biologie, is het Darwinisme is eigenlijk zodanig absoluut geponeerd dat het Lamarckisme heeft eigenlijk kapot gedrukt. En nu zien we de laatste 10 jaar eigenlijk een revival van de theorie van Lamarck met het opkomen van de epigenetica. Ja, dat is inderdaad waar en interessant. De biologie zat dus, zoals we daar straks ook al besproken hebben, eigenlijk wat te veel opgesloten in dat louter evolutionaire Darwinistische denken. En het Darwinisme, als je daarop doordenkt, is waar uiteraard. Maar je moet je afvragen, is het niet triviaal waar? In die zin, wie overleeft de best aangepaste? Wat is aangepast zijn? De kunst om te overleven. Dus daar zit iets tautologisch in. Deze organismen blijven bestaan die het best in staat zijn om in bestaan te blijven. En uiteindelijk is dat Darwinisme. En als zodanig is dat wel waar en kun je daar ook altijd wel iets mee doen. Je kunt daar goed op steunen. Maar is de vraag of dat het ons veel bijbrengt aan inzicht. En kun je al vermoeden dat er in de natuur wellicht toch meer aan de hand is dan alleen een dergelijk vrij triviaal proces. Lamarckisme is veel minder triviaal. Lamarckisme wil zeggen dat eigenschappen die je in de loop van het leven verworven hebt, dat je die bewaart en doorgeeft aan je nakomelingen. Dat is heel anders dan in het Darwinisme, waar dat niet zo is. Wat je in de loop van je leven verzameld hebt aan eigenschappen, verdwijnt met het verdwijnen van het individu. En nu blijkt inderdaad, zoals je zegt, dat er een klein beetje, niet overdrijven, maar een klein beetje Lamarckisme terugtreedt in de biologie. Wat het eigenlijk interessant maakt. Er komt terug wat meer interactie tussen wat er gebeurt in de loop van het leven en wat dan verband kan houden met de evolutie van de soorten in de loop van de tijd. Ja. Even terugkomen op die waarheid. Wanneer het experiment, wanneer de uitkomsten kloppen met geen waarneming, en dan ben ik afhankelijk van twee zaken. Wat ik waarneem, neem ik waar van zintuigen. Hoe weet ik dat de weergave in mijn hersens van mijn zintuigen ook overeenkomt met werken? Met de werkelijkheid. Uit de kwantumtheorie weten we dat de manier waarop ik waarneem de uitkomsten bepaalt. We gaan een paar aparte collegereeksen inrichten om deze vraag te behandelen. Maar het is allemaal zeer terecht om die vragen te stellen. Eigenlijk het korte antwoord op uw vraag van hoe weet ik of mijn zintuigelijke indrukken de wereld correct weergeven. Het korte antwoord is, dat weet je niet. En daar is weer Immanuel Kant, die verlichte filosoof, die ons daar duidelijk gezegd heeft, het ding aan zich kennen we niet. De wereld zoals ze bestaat op zichzelf, los van zoals ik ze waarneem, kennen we niet. Wat wij kennen is hoe de wereld verschijnt aan onze zintuigen. En onze zintuigen zijn onze interacties met een uitwendige werkelijkheid. En die interactie is onze zintuigelijke waarneming. Dus het is noodzakelijk het contact tussen een object en een subject, wat wij noemen een waarneming.
En inderdaad, in de kwantumfysica komt dat dan in de fysica, niet alleen in de filosofie, maar in de fysica zeer uitdrukkelijk naar voren. Bij elke waarneming verstoort de waarnemer het waargenomene. En niet zodanig dat het eventueel kan, zoals men klassiek nog hoopte, kan weggewerkt worden, gecorrigeerd worden. Nee, de interactie is intrinsiek. Je brengt het verschijnsel tot stand door de daad van de waarneming. Dus inderdaad, we kennen geen objectieve waarheid. Maar wat dan waarheid wordt nu in de wetenschap is precies deze theorieën die de verschijnselen die ik onderga, al kijkend en luisterend naar de wereld, correct weergeeft. Correct, dat wil zeggen dat het goed op elkaar aansluit. Als je vanuit een theorie een voorspelling doet en je gaat waarnemingen doen, dat die waarneming daar dan mee overeenstemt. En in de kwantumfysica hebben we dan het teleurstellende en dus ethisch onaantrekkelijke aspect, dat die voorspelling niet noodzakelijk exact verifieerbaar is, alleen statistisch. Je kunt nooit voorspellen waar precies een elektron zich zal bevinden. Je kunt zeggen, zoveel kans dat het zich daar bevindt en zoveel kans dat het zich daar bevindt. En ga nu maar waarnemen en doe die waarneming vele keren en dan zal statistisch uiteindelijk wel het kloppen met de theorie. Maar de eenmalige waarneming is niet in staat een theorie te bevestigen of tegen te spreken. Een complexe interacties tussen filosofie en fysica hier. En stelt natuurlijk heel uitdrukkelijk deze diepe epistemologische vraag: wat is wezenlijk kennis? Wat verstaan wij onder de kennis die we hebben van de natuur? En dat is een aspect dat vooral in de kwantumfysica heel sterk naar boven komt. Na al deze heel moeilijke kwesties, terug naar... Tenzij u nog iets zou willen, anders dan zou ik graag nog wat... illustraties voegen bij degene die we al gehad hebben van schoonheid. Schoonheid die kan meevallen of ook kan tegenvallen. Vorige week hebben we het gehad over muziek. En over muziek kun je eindeloos blijven praten, dat moeten we niet doen. Maar ik wou toch graag daar nog iets aan toevoegen. Omdat als we het hebben over muziek, dan denken we aan de muziek die mensen spelen, zangers, pianisten, violisten, muziek die wij maken. Maar er bestaat muziek in de natuur. Ja, de vogeltjes die zingen en dergelijke, maar daar heb ik het ook niet over. De natuur van de fysicus. Er bestaat muziek in de anorganische natuur, de elementaire natuur. Misschien is het woord muziek wat overtrokken, maar de essentie van wat muziek in wezen is, zit daar al in. Die essentie, daar hebben we het vorige week over gehad, dat zijn die bijzondere getalverhoudingen die voorkomen in de klanken, waardoor die klanken zo welluidend of omgekeerd onwelluidend kunnen klinken. Laat ik een voorbeeld geven. Een ster. Je ziet de sterren aan de hemel staan. Wat is een ster? Een ster is een grote gasbol. Dat is een hoeveelheid gas, veel groter dan de aarde. Anders was het geen ster, anders zou het een planeet zijn. En die gasbol die houdt zichzelf samen door middel van haar eigen zwaartekracht. En gas uit zichzelf heeft altijd de neiging om te expanderen. In een gas zijn alle atomen los en die vliegen door elkaar. Dus als je dat gas niet ergens inpakt, dan verwaait het. Dan verspreidt het zich over de eindeloze ruimte. In een ster gebeurt dat inpakken, niet door er ergens een doos omheen te plaatsen, maar door de eigen zwaartekracht houdt die ster zichzelf bijeen. Dus er is een druk naar binnen. Tegelijkertijd oefent dat gas een druk uit naar buiten. Dat gas duwt naar buiten, wil expanderen en de zwaartekracht duwt het naar binnen. Twee tegengestelde krachten. In een ster zijn die in evenwicht. Of toch ongeveer in evenwicht. En daardoor kan die ster op die manier miljarden jaren blijven bestaan. Als een gasbol die zichzelf samenperst en zo bij elkaar houdt. Maar tegengestelde krachten, die kunnen altijd bij de geringste verstoring kunnen die gaan schommelen. Denk aan, vorige week hebben we veel gesproken over gespannen snaren. In een snaar heb je dus ook krachten. De ene trekt in de ene richting, de andere trekt in de andere richting. Daardoor is die snaar gespannen. Nu trek ik eens aan die snaar. Door die spankracht gaat die nu heen en weer trillen. Zo ook in een ster.
In een ster is er dus die evenwicht van die krachten. Nu gaan we dat wat verstoren en dus gaat die ster trillen. En dan kan die dus trillen met bepaalde frequenties. Met bepaalde aantallen keren per seconde. Juist zoals een trillende snaar. Maar misschien is mijn voorbeeld van een trillende snaar nu niet het beste voorbeeld. Laat ik spreken over iets dat er dichterbij komt. Ook een muziekinstrument. Een orgelpijp. Je hebt zo'n orgelpijp, daarin zit een luchtkolom. En ook die is in evenwicht, want ook die door de zwaartekracht van de aarde wordt het lucht naar beneden getrokken. En door de atmosferische druk wil dat uitzetten en die twee houden elkaar in evenwicht. Breng je die luchtkolom in trilling door er iets tegenaan te duwen, door erin te blazen bijvoorbeeld, dan gaat die luchtkolom trillen en hoor je dat orgel spelen en dat brengt dus allerlei klanken voort. De toonhoogte hangt af van de grootte van de luchtkolom, dus zware, lange buizen, diepe klanken, kleine buisjes, korte buisjes, hoge tonen. Ook zo bij sterren. Ze kunnen dus op vele frequenties trillen, maar bij sterren is het toch nog ingewikkelder dan bij orgelpijpen. Precies omdat een orgelpijp, dat is eigenlijk een eendimensionaal ding. Dat is alleen een lengte. De dikte speelt niet zoveel rol, dat is een lengte. Een ster is een bol. En die bol die kan op vele manieren trillen. De eerste manier is dat die kan uitzetten en inkrimpen, die kan dus dat doen. Maar die kan ook zo gaan trillen. En die kan ook zo gaan trillen. Dus die kan volgens de breedteliggingen of volgens de meridianen trillen. En die kan al die trillingen tegelijkertijd doen. Dus die kan zo gaan schokken en tegelijkertijd zo schokken. En allemaal met bepaalde frequenties die zodanig zijn dat ze passen in die hele bol. Het was ook zo met die snaar, daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad, dat die golflengte, eigenlijk de halve golflengte, precies een geheel aantal keer moet passen in de lengte van die snaar. Zo ook een ster als die trilt, al die golven die zich dan voortplanten over dat oppervlak en in de diepte van de ster, die moeten precies passen in dat volume van die ster. Dat maakt dat sterren trillen met een bepaalde grondtoon. In elk van die drie trillingswijzen, radiaal, volgens lengteligging en volgens breedteligging. In elk van die mogelijkheden kan die trillen met een grondtoon, met een boventoon, met een tweede boventoon, met een derde, een vierde, enzovoort, enzovoort. Dat maakt eigenlijk dat de sterren ongelooflijk interessante orgels zijn, die op vele manieren trillen en alle mogelijke tonen voortbrengen, compleet met hun boventonen. Natuurlijk hoor je niets, omdat het hier helemaal niet gaat om geluid. Er is geen geluid mogelijk, de ruimte is leeg, dus er kan niks trillen. Dus we horen niks, die sterren die staan stil te stralen aan de hemel. Ja, het is in die straling dat we het zien. We horen niets, maar we zien het. Je kunt sterren zien trillen. En je ziet dat op verschillende manieren. Als ze uitzetten, dan worden ze iets koeler. Want als gas zet uit, dan koelt het af. En als ze dan weer samenpersen, worden ze weer iets heter. Dus dat kun je zien aan de lichtkracht. Je kunt het ook zien doordat de snelheid, het oppervlak van de ster beweegt ten opzichte van de waarnemer. Het Doppler-effect, die verschuiving van spectraallijnen. Kortom, met optische instrumenten, door naar licht te kijken, horen we de muziek die sterren voortbrengen. Dat is ongelooflijk mooi. Dat als het ware de harmonie, de sferen, waar de oude Grieken al over droomden, dat we die terugvinden in de moderne fysica. Elke ster is een muziekinstrument. En allemaal hebben ze hun eigen tonen en boventonen, dus mooie, gave klanken, die harmonisch in elkaar passen, maar wel heel ingewikkeld. Ingewikkelder dan onze muziekinstrumenten. Een voorbeeld is de ster. Eigenlijk elke ster is een voorbeeld. Maar een opvallend voorbeeld is de ster Delta Cephei, bekend onder de amateurastronomen onder u, ongetwijfeld. Dat is een ster die je kunt zien met het blote oog. En als je heel goed kijkt, zelfs met het blote oog, zie je dat die ster in helderheid varieert. Met een periode van iets meer dan 5 dagen wordt ze iets helderder, een klein beetje zwakker, een klein beetje helderder. Wel, dat is een trilling. Dat is een trilling van die ster in haar grondtoon. Als je dat heel nauwkeurig gaat opmeten met precieze instrumenten, dan vind je veel meer tonen in diezelfde ster. Ook een aantal boventonen en in de verschillende trillingsmodus komen die allemaal voor. Een ander voorbeeld is de poolster. De poolster is een
ster die altijd in het vaste punt aan de hemelpool staat, ongeveer toch. En ook schijnbaar een constante helderheid heeft. Dat zul je met het blote oog niet zien, dat die varieert in helderheid. Maar als je het fotometrisch heel nauwkeurig gaat bepalen, zie je dat er heel zwakke lichtschommelingen in zitten. Op basis van kennis van de structuur van die ster kunnen we uitrekenen welke frequenties er mogelijk zijn. Met welke frequenties zo'n ster kan trillen. Zoals we dat kunnen uitrekenen voor een trillende snaar of voor een orgel. En denk aan de formule die we vorige week gegeven hebben voor zo'n trillende snaar. Wel, zo kan dat voor een ster ook. En je rekent dat uit voor de poolster. En dan zie je, een heel merkwaardig feit, dat die poolster niet trilt in een grondtoon. Maar alleen in haar eerste boventoon. Dat is zoals op aarde een violist zou doen als hij een flagettoon tevoorschijn telt. Wat Paganini vaak doet. Je dempt die grondtoon en je houdt alleen de eerste boventoon over door je vinger daar te zetten waar de knop moet zijn van de trilling. Denk aan de diagrammen van vorige week. En dan krijg je een heel speciaal, merkwaardig muzikaal effect. De sterren doen het ook. We hebben eigenlijk niks nieuws uitgevonden met al onze muziekinstrumenten. Er bestaat dus muziek als zodanig in het heelal. En we mogen dat muziek noemen omdat dat klanken zijn, maar onhoorbare klanken, zijn eerder visuele klanken, die geen ruis zijn, niet alle mogelijke willekeurige frequenties hebben, maar precies al die muzikale intervallen in hun tonen en boventonen hebben. Ik zal nog één voorbeeldje geven, voor we naar de koffie gaan. Het heelal in zijn geheel, dat is ook een merkwaardig gegeven, dat de wereld waar we in zitten, zoals we tegenwoordig weten, is het heelal zo'n 14 miljard jaar geleden ontstaan. En hoe is dat gebeurd? Dat is een verhaal apart. Maar dat is in elk geval begonnen vanuit een initiële fluctuatie, vanuit het niets, noem het maar het niets, tussen aanhalingstekens. En dat heeft geleid tot een expanderende ruimtetijd. In die beginperiode was het heelal extreem heet. En dat heeft dus een snelle expansie gekend, die dan vertraagde en nadien weer is gaan versnellen. Op het ogenblik versnelt ze weer. Nu, in die beginperiode was het heelal dus zeer heet en zeer compact. En kon die straling die met die hitte gepaard gaat, niet zich vrij door de ruimte voortplanten. Want al de elementaire deeltjes die er toen al waren, na enige tijd, die waren elektrisch geladen en dat maakt dat het gas van dat beginnende heelal ondoorschijnend was voor de straling. Dus je moet je dat maar voorstellen als een dikke mist. Maar dan zet dat verder en verder uit en op den duur worden die losse elektrische ladingen verenigen zich en dat worden de neutrale atomen, dezelfde atomen waaruit nu de materie bestaat. En dat is het moment waarop het heelal doorschijnend wordt. Plotseling kan die straling zich verspreiden in de verte. Dat moment van het optrekken van de mist deed zich voor zo ongeveer 300.000 jaar na de Big Bang. Dus dat is een heel vroeg stadium van het heelal. Nu, van hieruit bekeken, nu verplaats ik me terug naar het huidige moment, niet vanaf het begin beschouwd, maar vanaf nu, kijken wij in de verte. En hoe verder je kijkt, hoe dieper je kijkt in het verleden. Want altijd heeft het licht een zekere tijd nodig om tot hier te komen. Dus kijk ik een miljoen lichtjaar ver, dan krijg ik het licht in mijn oog van een miljoen jaar geleden, dat daar toen vertrokken is. Dat wil dus zeggen dat in dit heelal van 14 miljard jaar oud, dat je nooit verder kunt kijken dan 14 miljard lichtjaar, want dan zie je het licht dat toen vertrok ten tijde van de Big Bang. Maar ten tijde van de Big Bang was dat heelal dus één, die compacte mistmassa, de straling kon daar niet uit. Maar eventjes later, 300.000 jaar later, kon de straling zich verspreiden. Wel, dat is het moment tot waar wij kunnen kijken. Dus kijk je ver genoeg, diep genoeg, dan kom je terecht bij wat we noemen de achtergrondstraling van het heelal. Dat is daar die aanvankelijke mist waar die straling uitkomt op het moment dat ze vrijkomt. En dan kijk je dus praktisch 14 miljard jaar in het verleden, bijna. Die achtergrondstraling, die kunnen we de dag van vandaag meten, rechtstreeks waarnemen met radiotelescopen. Die is heel homogeen.
Als je zo de hele hemel aftast, in alle richtingen, is die precies gelijk. Dus we zitten in een heel homogeen, sferisch, symmetrisch heelal. Heel mooi. En dan ga je heel nauwkeurig kijken, en dat is eigenlijk pas mogelijk sinds einde van de jaren 90 en het begin van de 21ste eeuw, dan zie je dat daar toch kleine variaties in zitten. Hele kleine schommelingen. Eigenlijk meet je dan temperatuurschommelingen. Hier en daar is de intensiteit van die straling iets meer en dan wat minder. En zo is de hele hemel nogal vlekkerig verdeeld met temperatuurverschillen. Dat zijn verschillen van iets van een tienduizendste van een Kelvin. Een Kelvin is zoals een graad Celsius. Dus heel nauwkeurige temperatuurmetingen en dan vind je die kleine temperatuurvariaties. Klein zijn ze, maar interessant zijn ze. Want dat zijn de eerste structuren die ontstaan in het heelal. Dat zijn de eerste oneffenheden. De materie trekt zich samen, daaruit zullen later de melkwegstelsels ontstaan en de sterren en wij. Dus je ziet de eerste structuurvorming in het heelal. En dan kijken we eens goed en dan zie je dat daar in die verdeling dat daar bepaalde regelmaten in zitten. Dat daar... Dat drukverschillen, temperatuurverschillen zijn ook drukverschillen. Er zitten dus drukverschillen in die aanvankelijke nevel van het jonge heelal. Maar drukverschillen in een gas, dat zijn toch geluidsgolven? Een geluidsgolf is niks anders dan een drukgolf die zich door een gas verplaatst. Dus er klonk geluid in dat jonge heelal. En dat geluid kunnen we nu waarnemen. We kunnen daar de golflengte van meten en dus de frequentie van kennen. En met de nauwkeurigheid van de satellieten die we nu hebben om die waarnemingen te doen, kunnen we inderdaad vaststellen dat het jonge heelal trilde, akoestisch trilde, zoals een geluidsgolf, met een bepaalde grondtoon, een hele diepe bas. Een lage, lage toon, een hele lage frequentie. En met enkele boventonen. Er is al meer waargenomen dan alleen de grondtoon, de eerste. En ook al de tweede boventoon, met dus de dubbele en de drievoudige frequenties, zijn ook al gemeten. Dus inderdaad, het jonge heelal galmde als een soort muziekinstrument. Je zou je het ontstaan van de wereld kunnen voorstellen als een soort gongslag. En met een enorme galm ontstond het heelal. En de naklank daarvan kunnen we nu nog altijd horen. Maar horen tussen aanhalingstekens, het is eigenlijk zien. Dus we zien de muziek waaruit het heelal ontstaan is. Want nu kun je inderdaad zeggen, uiteindelijk is alles wat bestaat ontstaan uit muziek. Alle vormen, alle structuren, sterren, planeten, bomen, mensen, alles wat er bestaat, is ontstaan uit die eerste dichtheidsfluctuaties, die golven, die geluidstrillingen die er waren in dat jonge heelal, die hebben zich door gravitationele contractie altijd verder en verder samengetrokken en daaruit zijn de hemellichamen en alle dingen ontstaan. En dat dan, die aanvankelijke dichtheidsgolven waren dus muzikale klanken. Wij zijn geboren uit muziek. En nu gaan we koffie drinken.